Avakapé, we zijn hier bij de... Ik weet niet hoe mijn show heet. Wat kan jij koken? Wat kan ik koken? Een nasi, een bami, zoute soep. Af met die standaard dingen. Kom met echte boring dingen daarbij. Avakapé, welkom bij de Fijnproeverij. Jamar Rodje, we zijn vandaag bij Mysteryland. We gaan kijken hoe die yang hier is. Ik hoop dat het goed smaakt, dat het lekker is. En dat ik ook, weet je wat, wat Surinaams ga vinden. We gaan op zoek naar iets Surinaams, man. Kijken of ze dat hier hebben. Let's go. We zijn hier zo bij de tosties. Ik zie dat ze say cheese classic en de legendary chicken hebben. Je weet welke ik ga testen toch? De legendary chicken. Kijk, ik hoef het niet eens te bestellen. We gaan die kaastest doen, Ik ga jullie eerst zeggen, we gaan het meteen beoordelen. Voor service, sowieso een rotje. Presentatie, ja, is het tostisch. Smaak ook een rotje. En de service, ja, ook top man. Zijn hele lieve mensen, kijk hoe ze lachen, kijk. Ze hebben me zelfs ketchup gegeven bij me, Sani, weet je zelf. Dus al met al de tosten hier op Mysteryland. Ik krijg gewoon 3 rotjes. Helemaal top. Thank you. Did you eat something over here? No, I need some food. Will you buy us food? Ja, ja. We zijn hier bij Mr. Makan van Watertanden. Ze hebben hier satés. Ik ben benieuwd, maar laten we checken. Wij hebben een hele kipsatéetje op Indische wijze. Wij Mr. Makka van Watertanden. Met een beetje gebakken uitjes, ketchup, achar en een kroepoek. En dan ga je dit nu lekker proeven. We gaan hem even testen, man. Ik zet die mic weg. Je weet hoe ik doe. Jij gaat genieten. Ja, ja. Ja, ja. Je weet dat je eigenlijk niet fout kan gaan met kip en een black man. Snap je? Maar de satéetjes aan Mr. Makan? Jawel hoor, op een festie, bro, ga je eerlijk zeggen. Die shit is bijna culinair hier, man. Ga even oordelen. Presentatie, zoals je ziet, een rotje. Als ik kijk naar de service, ook een rotje. Ik krijg meteen uitleg over hoe het is ontstaan en wat de bedoeling is van de hele saté en broodje kipkraam. Helemaal top. Als ik kijk naar de smaak zelf, ook een rotje, man. Dus al met al geef ik ze nu gewoon 3 rotjes. Hoeveel rotjes heb ik eigenlijk in totaal om te geven? 3 of 4. Weet je wat, die man zijn vibe was hard, man. Ik geef hem 4 rotjes. Lego. Ja, oké, wat is je favoriete gerecht om te maken? Om te maken, zo. Kip piripiri, man. Raar. Kip piripiri? Sranamang, maar ik hou van kip piripiri, dus ik heb het geleerd gewoon, man. Maar hoe is het dan anders dan... Wat, wacht even, wat was die piripiri model eigenlijk? Die piripiri eigenlijk is gewoon een soort van kip, maar dan in een pittige variant gewoon. Dat is... Bro, we hebben dat ook, hè? Ja, hoe heet het dan? Ketchup, hete kip, ja. Man. Wat kan met jou, hè? Ja, ja, maar dat is gewoon... Dat kan ook, zeg maar. Maar die heb ik nog niet onder de knie. I know. Wat is dit eigenlijk? De sofa sessions. En kijk hoe ik tegenkom hier. Hij was aan het chillen op een bank waarschijnlijk. De enige echte L. Elia. Oké, maar dan luister dan. Wanneer gaan wij samen koken? It's on you. It's on me. Kom naar me. Hey, complex, jullie horen het hè. De enige echte zegt het op mij is. Dus laten we het snel regelen, man. Thank you. We zijn hier zo bij Piepers en Rund. We gaan hem even checken, man. De steak sandwich. Ik ben benieuwd. Als ik kijk naar service, sowieso rotje. Presentatie. Kon beter. Maar de smaak is gewoon top. Dus sowieso 2 rotjes. Shout-out naar deze mannen van Piepers en Rund. Steak sandwich hier op Mysteryland. Let go, man. Thank you. We zijn hier zo op Mysteryland. En we gaan hier wat lumpia's checken bij de Fiat naar Mama. Wat hebben jullie allemaal? We hebben kip lumpia's en vegetarische lumpia's. Ik ga voor de kip natuurlijk, hè.
Maar ik zeg je eerlijk, je moet ook een andere proberen dan. Als je het goed wil proberen, doe je alles. Allebei één gewoon? Allebei één, hier. Oké, okay, ik ga beginnen met de vega lumpia. Let's go. Sriracha of zoet? Dat we allebei doen. Dit is gemengd hier gewoon, zeg. We mengen die zin. Ja, zo is standaard lumpiaatje. Vega. We eten hem wel netjes op. Kan niet fout gaan. Kijk, nu gaan we even testen. Ik ga oordelen, hè. Ik haal mijn eten weg, want ze kijkt de hele tijd naar mijn saus. Service. Super enthousiaste guy, heeft me direct geholpen. Helemaal top. Presentaties. Lumpia's in de bakje. Ja, let go. Je kan eigenlijk niet fout gaan. Qua smaak, de vegetarische lumpia's waren gewoon oké. Okay. En de normale lumpia's ook. Ik zou niet zeggen van, oh wow, goat cuisine of zo. Maar als je een lekkere lumpiaatje wil op een festi, let go. Ik geef er twee rotjes, man. Let go. Thank you. Relax, brother. Papi. Lekker, lekker. Luister, kijk. Je eet een patatje met. Vertel me, wat heb je verder nog gegeten op het festival? Wat vind je van dit? Wat raad je ons aan en wat raad je ons af? Ik zeg je eerlijk, ik ben best wel een moeilijke eter. Patatje met is altijd... Jij bent een moeilijke eter. Een moeilijke eter. We zijn nu beland bij de dokter. Dat betekent dat die man dus eend heeft of dog. What the Maar we gaan even kijken. Ik ben benieuwd, man. Hij heeft dog sandwiches. Let go. Ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Kom, we gaan testen. Mijn presentatie is wel on point. Ik ga niet voor je liegen. Kijk, kijk, kijk. Hij gaat nog salt bij op me ook. Dank je, bro. Dank je. Ik mag binnen zitten. Kom, kom, kom. Hij heeft sowieso al gewonnen. Mysteryland, de duktruck. Ik heb hem net gevraagd of het eend is. Hij zegt tegen mij, nee, het is Vietnamese kip. Dus we gaan hem even testen. Hij bambert ons gewoon. Maar het ziet er heerlijk uit. We gaan hem even testen. Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoiets geproefd. Het smaakt wel echt lekker hoor. Ik ga niet voor je liegen, man. Even kijken. Service. Topgozer, super enthousiast. Trok ook meteen zijn handschoenen aan toen hij begon met die yang. Dus sowieso al een rotje voor die. Daarnaast, presentatie van het broodje. Ook top. Als ik kijk naar de smaak, ook lekker, man. Broodje voelt lekker zacht aan. Let go, man. Ik geef hem drie rotjes, man. Heerlijk. Let go. Ja, Fijnproeverij. Mysteryland. Jullie hebben het gezien. We hebben veel geproefd. Veel verschillende dingen. Let go, man. Was hartstikke tof. Lekker eten. Tot de volgende keer. Ciao.